Als de klas stil is. Focus, dat is eigenlijk het startpunt. Start. Als de aandacht goed zit, als de focus er is, dan kunnen heel veel dingen lukken. Wat is de opdracht? Luister goed. Ik hou er niet van om zo slapjes te beginnen met brieven op te halen of huistaken op te halen. Ik start vaak met een begintaak. Je schrijft zoveel mogelijk woorden op die je herinnert, die te maken hebben met wat daar op de tafel staat. Een begintaak is een taak die 3 minuten duurt, die nadien heel snel kan verbeterd worden en dat ze direct die concentratie vast hebben. Oké, en de dop op de stift? Van in de eerste minuut gaan we er tegenaan, dus dat proberen we. Eventjes checken op spelling. Kijk eens naar al uw woorden opnieuw. Het is vandaag moeilijker voor leerlingen om zich te focussen. Ik sta denk ik 33 jaar in het zesde studiejaar. Dit zijn nog altijd dezelfde kinderen van 1988, 1989. Alleen is het aantal prikkels rond die kinderen buiten de school vertienvoudigd. En dat is een uitdaging. Maar dat moet je wel met de glimlach doen, hè. Daar moet je niet tegen vechten. Wij gaan denk tweetal vierkant doen. Dat wil zeggen dat jij eerst alleen gaat denken, dan ga je overleggen met je schoudermaat en dan met de volledige tafel. Wat ik heel belangrijk vind, dat is de afwisseling die je brengt. Noteer op je bordje zoveel mogelijk tips. We doen een moment klassikaal, we doen een moment per 4 aan de eilanden, we doen een momentje per 2, we doen een momentje alleen. En door die zaken af te wisselen krijg je ook rust, maar dan ook weer snelheid in je les. Leg uit wat je hebt. Ja, aan elkaar. In de coöperatieve werkvormen is het vaak even we prikkelen. We gaan even sneller. Maar op de momenten dat kinderen alleen werken, gaat het alweer wat rustiger zijn. En als het klassikaal is, probeer ik met die twee dingen te spelen. En snel en traag. Wega. Bliksembeurt doen, dat wil zeggen, niemand steekt de vinger op. Ik duid aan. Mijn missie als leerkracht is om elke dag opnieuw in zoveel mogelijk lessen, zoveel mogelijk kinderen, zoveel mogelijk te betrekken. En met het opsteken van vingers bekom je dat moeilijk. In de techniek van bliksembeurt ga ik snel van de ene jongen of meisje naar de andere. We hebben het potje met de Frisco-stokjes en de namen. Max! Soms noem ik ook een klasnummer. Je zou kunnen denken dat is bedreigend, maar als je dat in de houden weken op een goede manier binnenbrengt, vinden dat kinderen helemaal niet erg en zij mogen passen. Als ze het niet weten, zeggen ze gewoon pas. Nummer 1 komt vooraan. Jasmijn. We hebben er geen meer. Heb je er geen meer? Geen probleem. Het zijn allemaal technieken, ik noem dat ook speelse vormen. Om die focus te houden bij de kinderen. Je merkt bijvoorbeeld ook, er ligt maar 1 pen op de bank. We doen de fles in de boekentas, de pennenzak in de bank en we leggen 1 pen. Minder afleiding is ook een didactische routine. Minder materiaal rondom hen helpt ook voor aandacht. Het allerbelangrijkste woord dat ik in onderwijs is betrokkenheid. Aandacht komt voor de betrokkenheid. Aandacht, volgens Marzano, is iets van een aantal seconden of een paar minuten. Dat is aandacht. Betrokkenheid gaat veel verder. Betrokkenheid neem je mee naar morgen. Dus op het moment dat ik merk dat mijn kinderen betrokken zijn, verdient je aandacht. Je krijgt je aandacht eigenlijk er gratis bij, op die manier. Ik denk dat mijn geheim is de sterkte van je houden weken. Als je de principes waar je voor staat op een goede, vaak speelse manier ook binnenbrengt in die houden weken, dan voelen kinderen van wauw, wijs. En dan ben je vertrokken en dan wordt alles makkelijker.